pakje binnen, onverwachts, van DHL. Mijn cameraatje is terug. Dan ben ik wel heel benieuwd wat ze hebben gedaan. Nou, even kijken, wat is dit? Eveline. Die speicherkarte weer van dein product nur erkent, wenn sie gerade in de richting eingezet werd. Ja, maar dat weet ik, lieve schatten. Ik hoop niet dat jullie dat zien als fout, want... Er waren echt verschillende dingen waren er fout. Namelijk dat het knopje het niet meer deed, onder andere. En daar heb ik helemaal niets van gevonden. Dat is logisch, mensen. Ik film niet voor het eerst. Oh, hier was ik een beetje bang voor, hè? Dat ze dus zouden denken van... Oh, dat is een of andere amateurmens of zo. Nou, dan ga ik even naar Amazon. Hier is die reparatiestatus bekijken. Reparatie aangevraagd. Dat hebben ze dus helemaal niet veranderd. Ik weet dus niet of ze het gerepareerd hebben. Dus we gaan hem gewoon testen. Dan nemen we een batterij die ik altijd op zak heb. We openen het poortje. We doen de batterij erin. Zo. En dan halen we uit deze camera mijn kaartje. Nou, daar gaat een micro SD kaartje in. Dus hop. Hop. En je ziet aan de onderkant de tandjes zitten. Hij kan er maar op één manier in. Pak hem zo. Hij zit goed, maar hij zit niet goed, want hij zit scheef. Daar hebben ze dus niks aan gedaan. Oké. En daar komt hij. Reinsert memory card. Daar hebben ze dus niks aan veranderd. Hij zit goed. Kijk maar, want als ik hem zo doe... Dan past hij niet. Kijk maar. Zie je? Hier baal ik dus echt wel van. Zucht. Nog een keer. Hij gaat erin. Reinsert memory card. Dus geen slechte memory card. Je ziet de contactpuntjes hier beneden. Dus ik doe hem erin. En na 100.000 keer pakt hij hem eindelijk een keer. Oké. Dan zeg ik opnemen. Opnemen. Opnameknop doet niets. Opnameknop doet niets. Hij is gewoon naar de knoppen. En daar is hij 2 weken voor weg geweest. Daar heb ik geld voor uitgegeven. Hij wil gewoon niet. Hier word ik zo moedeloos van, hè. Nou, ze hebben dus de camera nu helemaal naar de knoppen gewerkt. Want ik kon er nog wel een beetje mee filmen. Nou, dat is dus helemaal geen moer meer. Printed service. Micro SD card. Zo. Nothing works. Waarom krijg ik hem terug als die kapot is? Als die helemaal niet meer werkt? Ik word hier zo kwaad om, hè. Dat is zo zonde van de tijd, dit.
Nou, en dit is dus een gerepareerd cameraatje. Volgens deze lui. Treurig. Doe je het nou of doe je het niet? Doe je het of doe je het niet? Hiha. Ja, oké. Okay. Scène 1. Scène 1. Daar is Tante Lien weer. Met al de wijsheden en onwijsheden. Ik heb ze er even bij gepakt. Twee boeken die ik heb geschreven naar aanleiding van onze emigratie. De ene direct daarna, hier in Zweden, en de andere een jaar later. En nou is dit geen reclamepraatje, je hoeft ze helemaal niet te kopen. Maar er zijn toch veel mensen die ons vragen waarom we zijn geëmigreerd. En ja, er schijnen dus veel mensen ook te zijn die eraan denken om Nederland te ontvluchten. Om wat voor reden dan ook. En daar wilde ik het met jullie even over hebben. In het eerste boek, Zweedse buren, heb ik vooral ons emotionele proces beschreven. Omdat ik dat miste. We hebben alle boeken gelezen die te maken hadden met emigreren naar Zweden. Maar vooral wat je emotioneel bezighoudt. De onzekerheden die daarmee gepaard gaan. En uiteindelijk het doorhakken van die knoop. Dat heb ik beschreven in Zweedse buren. En in het tweede boek heb ik vooral geschreven ja, hoe wij ons leven hier als emigrant ervaren. Tussen die rare jongens die Zweden. als Hollanders in een Zweedse cultuur. De hoeveelheid vragen en reacties die wij krijgen op onze vlogs naar aanleiding van onze emigratie, die geven mij toch heel erg het idee dat er best heel veel mensen zijn die de stap zouden willen zetten, maar die op wat voor manier dan ook vastzitten in zeg de veiligheden die ze om zich heen gecreëerd hebben, zoals wij dat ook hadden. Je wordt in Nederland heel erg geconfronteerd met, of tenminste laat ik het zo zeggen, je wordt in Nederland heel erg beïnvloed door de overheid en andere instanties als het gaat over veiligheid en je toekomst en vooral financiële veiligheid. Het is altijd heel belangrijk om te zorgen dat jij en je kinderen en desnoods ook nog je kleinkinderen het financieel goed hebben later. Dus werk vooral zo lang mogelijk door totdat je de laatste cent pensioen hebt kunnen opbouwen die erop te bouwen valt. Verander niet, ga geen avonturen aan, zorg dat je goed verzekerd bent en maak vooral geen rare zijsprongen. Dat geeft mij heel erg het gevoel dat je alleen maar bezig bent met een verre toekomst die totaal onzeker is, altijd al was ook, maar nu helemaal, want pensioenen stellen geen reet meer voor. De pandemie ontneemt heel veel mensen een toekomst. En het bevestigt ons alleen maar in ons gevoel, en ik kan eigenlijk alleen maar over mezelf praten, maar ik weet dat Gerard met me eens is. Het bevestigt mij heel erg in mijn gevoel dat natuurlijk plannen voor een zekere toekomst of een goede toekomst helemaal niet fout is, maar dat dat niet de smoes moet zijn om jou niet te laten genieten nu. En dan bedoel ik niet nu vandaag, maar dan bedoel ik nu in deze periode van je leven. Ik heb het wel eens gezegd, maar ik geloof dat ik het er ook wel uitgeknipt heb in vlogs, want ik klep altijd veel te lang en veel te veel. Ik zie het te vaak om ons heen gebeuren dat mensen met diezelfde ideeën over een goede toekomst halverwege het proces struikelen, ziek worden of een partner verliezen of in een zodanige situatie belanden dat heel die toekomst in elkaar dondert. Heel dichtbij heb ik een familielid wat nu heeft gehoord dat hij terminale kanker heeft. En dat hij, dat het alleen maar slechter zal gaan met hem. En dat zijn ongelooflijk reislustige mensen die net een nieuw campertje hebben laten ombouwen. En al die jaren dan keihard werken voor alleen maar dat tijdstip. En dan als een soort lot in de loterij toevallig het slechtste loodje trekken.
Je kan morgen dood neervallen. Dat is natuurlijk sowieso mogelijk. Maar, en ik wil ook helemaal niet zeggen dat je nooit iets moet plannen voor de toekomst. Absoluut niet. Natuurlijk. Maar er moet een soort balans in zijn. Er moet een eerlijke balans in zijn. Zodat je je ook nu fijn voelt. Dat je ook nu niet alleen maar het gevoel hebt, zoals wij dat hadden in Nederland, dat je alleen maar geld aan het verdienen bent om het uit te geven aan al die rekeningen die je elke maand hebt. Het was niet meer mogelijk om te sparen met een studerende volwassen jongen thuis. Het was niet meer mogelijk om ook maar wat leuks te doen. We hebben uiteindelijk toch die knoop doorgehakt. Gewoon omdat ik al een keer enorm overspannen was geweest en ik het terug voelde komen, die spanning. Gerard totaal niet naar zijn zin had op zijn werk. En ook eigenlijk geen toekomst zag in de baan die hij had. Hij werkte bij de post. Begon als PDT'er in de binnendienst en dat werd later PostNL. En hij heeft 6 enorme reorganisaties overleefd. Is altijd toch rot eruit gekomen als het ging om stress en rechten en dat soort dingen. We zijn allebei survivors geweest, zo voelt het eigenlijk. En we waren het spuugzat. En dat is maar één van de redenen waarom we zijn verhuisd. We zijn er natuurlijk zat. Maar de beslissing die we uiteindelijk hebben genomen om te zeggen, nou, wat we ook kunnen doen aan die toekomst, die zal altijd onzeker blijven. Dus je kunt je tot op een bepaald moment proberen voor te bereiden. Zodat je in ieder geval jezelf niet de schuld kan geven als het bijvoorbeeld financieel misgaat of wat dan ook. Maar het enige wat zeker is in je leven is de periode waarin je nu leeft. Nu. En als je, en dat is echt een dooddoener. Als je later op je sterfbed ligt en je kijkt terug op je leven, waar heb je dan spijt van? Wat zou je over willen doen? Nou, wij kunnen in ieder geval zeggen, nou niet die stap om naar Zweden te gaan, want die hebben we gezet. Maar het is natuurlijk niet alleen maar roze geur en maneschijn, want er zijn ook best wel stressmomenten geweest, vooral in het begin. Maar in ieder geval hebben wij die stap gezet en hebben we dat avontuur omarmd. En hebben we onze zoon, zoals hij zelf zegt, een beter leven bezorgd. Zeker als je kijkt naar kansen op de arbeidsmarkt en dergelijke. Want dat was toen het eind van de financiële crisis, van de bankencrisis in Nederland. En Steve vond geen werk. Als jong volwassen afgestudeerde ingenieur. En dat is ongelooflijk. Maar goed. Maar die twee boeken die ik heb geschreven, die heb ik geschreven vanuit een behoefte. Om onze gevoelens te delen met jullie, met anderen. Omdat ik weet, inmiddels, we weten het allebei, dat er heel veel mensen zijn die op de een of andere manier hun leven zouden willen aanpassen. En die stap wellicht niet durven te zetten, omdat ze vastzitten in al die veiligheden die je met de paplepel ingegoten krijgt. En op elke keer als je de tv aanzet, op het scherm ziet verschijnen van zorg voor de toekomst, zorg voor dit en zorg voor dat. En met andere woorden, leef vooral niet nu. Wees niet bewust in wat voor stressvolle situatie je nu leeft. Wees vooral tevreden. Nou, ik vind van niet. Ik denk dat je bewust moet kijken naar je leven nu, in deze periode. En als je dan kunt zeggen, ik ben best tevreden, hartstikke fijn voor je. Maar ben je het totaal niet? Misschien is het dan toch wel eens goed om te kijken wat je wel durft aan te pakken. Om het jezelf wel naar de zin te maken. En dat wil helemaal niet zeggen dat je moet emigreren. Natuurlijk niet. Het kan ook zijn dat je van baan verandert of dat je ergens anders gaat wonen of lid wordt van een vereniging. Of dat is aan jou, weet je wel. Om je situatie aan te passen zodat je je beter voelt. Zodat je je nu, in deze periode van je leven, ook kan genieten. En niet gaat zitten wachten dat je misschien ooit later, als je krom bent en achter zo'n mobiel dranghek loopt, dat je dan misschien een paar momenten realiseert dat je je gelukkig voelt. Omdat je te dement bent om de rest van je leven te herinneren. Ja, oké, nou draaf ik door. Hallo. Hey, jag filmar bara paketet. Ja. Om det är okej för dig. Ja. Den ska tillbaka till Amazon. Ja.
Dan krijg je dus dit bonnetje als bewijs. Het gaat in het systeem en dan weet Amazon of eigenlijk DHL direct dat ik het pakketje heb teruggezonden. Zodat ik recht heb op mijn geld terug. Oh Geertje, heb je het zo koud? Zo koud! Oh, dat ziet er lekker uit. Het is makkelijk. Ja. Ja, ijs. Wat betalen wij voor de benzine? 17,22. Dus zeg maar omgerekend naar euro's. 1,73 euro. 1,75 euro per liter benzine. Daar staan de prijzen. Wat je ruwweg kan doen met de kronen, is de komma verplaatsen. En dan heb je het niet helemaal, maar die koers schommelt natuurlijk een beetje. Dus als je kijkt naar de 95, dan is dat 1,72 euro. En dan ronden we dat naar bovenaf, 1,75. Dus de 98 kost 1,82 euro en de diesel kost 1,90 euro. Diesel is duurder in Zweden. Wie die achterkant zien. Mensen die Marianne Loent zijn geweest, kom maar, wij zijn vrij. Die herkennen het misschien. Dan gaan we het heuveltje op. Dat was de Venlo. En dan rijden we met de bocht mee naar links. En dan hebben we links een parkeertrein daarna van de Sup. Nou. Je zit hier een beetje in de berg. In de buurt van Lönneberga. En Hultsfred. Lönneberga is voor de mensen die een beetje van onze leeftijd zijn en vroeger naar Pippi Langkous keken. En naar Emil van Astrid Lindgren. Lönneberga was het stadje waar Emil met zijn vader en zijn moeder naartoe ging. Toen hij die soeppot op zijn kop had. Want in Lönneberga zat de huisarts. En die films zijn allemaal hier opgenomen. Hier vlakbij. We zijn ook wel eens een keer naar de boerderij geweest waar dat is gefilmd. Wat zogenaamd zijn huis was. Het zit hier allemaal op fietsafstand. Hier Geertje. Is dat aan? Mooi. Lientje heeft een telefoon, Lientje heeft een rijbewijs. Tot zo. Ja? Ja. En je wilt nu iets hebben? Ik weet wat ik moet hebben. Is goed. Kilo peen voor 70 cent. Dus dan gaan we weer af, hè. Oké. Hallo. Gelukt. Mooi. Er stond een Ave Maria muziek op door die winkel. En iemand vond dat waarschijnlijk mooi. Die had ik keihard gezet, man. Dus je moest echt hard praten om, om te kunnen vertellen welk pakje ik kwam halen. Ik kom dat ene pakje halen. Voor mij. Ja. Nou ja, ze kennen me wel van gezicht hier. Al is het ver weg, het is een heel klein dorpje. En we komen het al regelmatig pakjes halen. Wat ik al zei, daar gingen de penen. Dat gaat volgend jaar dus veranderen. Dan gaat de knip op de portemonnee. Dan gaat het slot op Amazon. Kopen we alleen wat we echt nodig hebben, wat kapot is gegaan. Of omdat Geer gereedschap nodig heeft voor zijn werk. Dat soort zaken waar we niet onderuit komen. En voor de rest gaat het fun shoppen over. Daar stoppen we mee. Ons voornemen, hè? Yep. In die Billy. Ons voornemen. Een dikke partner. Dikke partner. Aha, jij moet een ventieltje hebben voor de snowblower. Even kijken, waar is die ingang? Daar. Hier, ingang. Daar is de ingang van de boutique. Dikke partner. Ja, hier moeten we zijn. Oké. Dan gaan we hier even naar binnen. Dit zijn dubs. Nou, ze zijn bezig, we horen ze. Dus we moeten even wachten op ons beurtje. Een belletje hier? Nou, anders roep ik wel even. Nej, men det vi den är berättelsen som vi vloggar varje dag. Ja. Och det är roligt. Ja, absolut. Ja. Så
visa vad du har fått. Vi får inte betala den. Vi fick här i Mariana Lund däck, vad heter det här? Magnussons. Vi fick en ventil och vi fick inte betala den riktigt snällt. Tack så väldigt mycket. Ha det så gott. Hej då. Even vertalen naar het Nederlands. We zijn bij Magnussons in Wetlanda, dus deck service. En ik vertel in het Zweeds wat ons probleem is. Dat we dus een ventieltje nodig hebben voor de snowblower. Ik krijg er een in mijn handen en die mogen we niet betalen. Hij zegt, dat komt wel een andere keer. Dat, nou ja, goed, weet je, dan weet je, oké, dit is een fijn bedrijf, dus dan kom je terug. Zo werkt dat. Deckpartner Magnussons. Nou, was een hele aardige gast, zeg. Een goed gevoel erbij. Weer een leuk bedrijf ontdekt. Mariana Lund, deckservice, vlakbij de rotonde. Dus dan gaan we hier, hopla, een bos in. Weer naar huis? Nee, we gaan naar Steve. We gaan niet naar huis.